heel veel mensen die hier binnenkomen vinden het vaak verrassend hoe groen het binnengebied hier is. Dit gebouw kende ik al een hele tijd. Ik kwam er regelmatig langs gewandeld en ik keek hier altijd binnen, want het beeld van buitenaf door de poort gezien was eigenlijk magisch. Vooral als er de zon op stond, omdat alles overwoekerd was door onkruid. Ja, dat trok mij aan en op een bepaald moment zijn we dan beginnen zoeken van tja, wie is die eigenaar, waarom blijft dat zo lang staan enzovoort enzovoort, want het was effectief een echte ruïne. Enkel de stenen stonden nog op elkaar, maar voor de rest voor heel veel mensen onmogelijk om daar door te kijken. Als architect heb je dan blijkbaar een ander zicht daarop of kijk je daar een beetje door. En ja, dan zijn we er toch aan begonnen. We hebben in dit project eigenlijk ons heel erg geamuseerd. Omdat we onze eigen bouwheer waren. Omdat wij niet alles op voorhand moesten vastleggen. Maar dan, alle details en zo, daar hebben we eigenlijk heel erg kunnen inspelen op wat we vonden, wat we zagen. We waren hier bijna alle dagen samen met de aannemer. En we konden eigenlijk elke dag aan de aannemer zeggen van, ja, onderzoek nu dat is. Of, ja, ah, daar is mooi licht, laat ons daar een opening maken en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk onze visie is eigenlijk meegegaan met het proces. Wat ik ook heel leuk vind, is als ik thuis kom, heb ik niet de deur van mijn huis die op straat zit. Dus ik heb een soort van tussenruimte tussen waar ik de sleutel in de deur steek op de straat. En dan kom ik in een ruimte die, ja, waar nog van alles anders gebeurt, waar ik buren kan tegenkomen, waar ik mijn fiets zet, waar misschien iemand buiten zit aperitieven, voordat ik eigenlijk de deur van mijn eigen privéappartement inga. We hebben hier een aantal fotomontages telkens met voor en na. Voor de voorgevel, die was helemaal dichtgemetst. Dan hebben we hier een foto van de koer. Dat is eigenlijk het meest waanzinnige verschil, denk ik. Als ik dat nu terugzie, amai. Dus dit was echt heel erg ruïneus. En dat is onze collectieve koer geworden. En we hebben daar eigenlijk... Die koer is relatief mineraal, relatief verhard. We hebben daar een aantal cirkels uitgehaald waarin allemaal kruiden staan. Er staat ook een perenboom in. Alles is eigenlijk eetbaar. Iedereen kan hier kruiden komen plukken om te gebruiken in zijn keuken. En dan hebben we de tuin daarnaast. En hier hebben we daar twee foto's voor. Die dan het omgekeerde is. Die is heel erg groen. En daarin liggen enkel die cirkels die dezelfde maat hebben als de uitgesneden cirkels in de koer. Liggen eigenlijk vol met het pad in de tuin en voor de rest is de tuin gewoon heel groen. Ik denk mijn eerste gevoel van euforie bij het betreden toch wel even getemperd is. Maar achterna is dat dan toch wel, ja, stilletjes aan terug op gang gekomen. En ik herinner me bijvoorbeeld ook, we hebben hier een aantal hele grote feesten gegeven, allemaal samen. En dan liep hier tussen de 500 en de 1000 man rond, afhankelijk van het jaar. En die liepen dus de ene loft in en de andere uit, zonder te weten waar de ene stopte en de andere begon. En dat was eigenlijk fantastisch. En de aannemer die hier dus 3 jaar gewerkt heeft, die zei na een bepaald moment, maar nu snap ik het, waar ik 3 jaar aan gewerkt heb. Want die heeft dus overal zitten prullen, alle bakstenen hermetst en hervoegd. En blijkbaar had hij zo de ruimtelijke... Zag hij eigenlijk niet goed waar hij naartoe werkte. En dan één keer als het bewoond was en als hier mensen rondliepen en zo, toen zei hij van, nu snap ik het. Toen we pas gedaan hadden, dacht ik, dit nooit meer. Want je bent daar 200% van je tijd mee bezig, van je energie, van je aandacht. Alles kruipt in dat project. Maar tegelijkertijd hebben we zoveel geleerd dat ik nadien zoiets had van, goh, dat moeten we nu toch wel eens opnieuw proberen. Wat we hier misschien anders zouden doen, ik was er daar straks over aan het nadenken, is dat we de ruimtes iets kleiner zouden gemaakt hebben. Nu zijn het allemaal enorm grote plateaus, die natuurlijk fantastisch luxueus is en eigenlijk ook wel heel aangenaam, vooral in de zomer dan. In de winter moet je daardoor wel krimpen tot ruimtes die verwarmbaar zijn, om het zo te zeggen. Maar het is ook niet meer nodig van zo'n grote woning. Vroeger kon het niet op, maar nu is het toch zo'n algemeen gevoel, denk ik, dat die ruimte best wel wat kleiner, dat een huis best wel wat kleiner kan zijn. Ook omdat je eigenlijk ook wel een aantal dingen gemeenschappelijk hebt hier. We expanderen in de zomer en in de winter leven we eigenlijk op
deze kleinere ruimte. En dus in de zomer gebruiken we de ruimte beneden, die een echte loft is, waar ook die serre bovenop staat. En daar is dan ook heel fijn zitten, want dat is heel luchtig en heel licht. En, ja, het kan ook wel zorgen voor meer frisse. We doen daar ook yogalessen en zo van die dingen. Voor mij is een huis eigenlijk nooit af. Zoals het leven nooit af is, er kan alles, altijd van alles gebeuren. Ja, mijn huis is nog niet af, er zijn nog geen gordijnen. Ja, bij mij moet ik nu een keer altijd de juiste dingen vinden. Dat vraagt heel veel onderzoek en aanvoelen van wat hier kan en wat hier goed hangt. Er zijn ook nog een aantal lichtarmaturen die ontbreken. Ik heb er al een paar ontworpen, dus daar ben ik al blij dat die stap iedere keer gezet wordt. Maar zo blijf je daar ook mee bezig en ik vind dat wel belangrijk dat je met je nest bezig bent. Ik vind dat ook bijvoorbeeld in sociale huisvesting veel te weinig toegelaten wordt. Dan worden de huizen allemaal hetzelfde gemaakt voor een soort van standaardgezin dat niet bestaat. Terwijl ik veel meer voorstander zou zijn om zelfs in sociale huurwoningen een soort van casco aan te bieden waar mensen kunnen hun eigen nest maken. Waar ze de muren kunnen schilderen in de kleuren die ze willen, waar ze een deur kunnen steken waar ze erin willen, waar ze de keuken open of toe kunnen maken. Dus dat zijn allemaal aspecten die toch wel belangrijk zijn. In hoe woon ik en hoe leef ik en hoe zit dat met mijn cocon en hoe zit dat met mijn ja, de plek waar ik mij ontplooi, waar ik mij ontwikkel.